Fotografie zit in ons DNA bij National Geographic. En wij willen eigenlijk iedereen inspireren om de wereld te ontdekken. Je legt een moment vast, je zet de tijd stil. En ik vind het zo mooi dat dat met fotografie kan. Ik denk dat kinderen anders naar de wereld kunnen kijken dan volwassenen. En dat maakt het ook zo mooi. Het is soms fijn om beelden opnieuw en opnieuw te bekijken, om ze te leren kennen. Een goede foto, die oordeelt niet, die laat mensen verwonderen. Als dat gebeurt, dan wordt het jureren van deze wedstrijd één groot feest. Goedenavond allemaal en hartelijk welkom bij de finale van de National Geographic fotowedstrijd 2021. Meer dan 13.000 foto's werden er ingezonden. We hebben meer dan 200.000 stemmen geteld. Je kan met recht zeggen, dit is de grootste fotowedstrijd van de Benelux. En vanavond reiken we de prijzen uit. Anders dan we eigenlijk hadden gewild in verband met corona. Het liefst hadden natuurlijk heel veel publiek hierbij gehad, maar dat kan niet. Daarom zijn we hier in de Virtual Event Studio in Hilversum. Een prachtige plek waar we wel iedereen kunnen zien, gelukkig. En het gaat er om spannen. We gaan heel veel mooie foto's zien vanavond. Maar we gaan dus ook bekendmaken wie er allemaal gewonnen heeft. Dat doen we in twee categorieën. Het is voor jong en oud. Tot en met 15 jaar doe je mee aan de National Geographic Junior wedstrijd. En daarna heet het vanaf 16 gewoon de National Geographic fotowedstrijd. Prijzen gaan we uitreiken. Ik zei net al, ongelooflijk veel foto's ingestuurd. En je zal maar bij de laatste zitten. Bij die laatste 120, die hebben het geschopt tot de finale. In de categorie junior zien we ze hier virtueel. Zo zijn ze bij ons. Zwaai maar even, zodat ze jullie kunnen zien met het handje. Ja hoor, kijk, veel enthousiasme. We gaan niet al die microfoons openzetten, want dat wordt natuurlijk gelijk een zooitje. Gelukkig zijn de volwassenen ook van de partij. Hier zien we ze. En straks gaan daar een aantal winnaars uitkomen. En die zullen we ook spreken. En dan, ja, aan het eind van de avond weten we dus wie er naar huis gaat met die overal prijs. Wie wint de National Geographic fotowedstrijd 2021? Daar is dus flink wat voor gewerkt. En die prijs gaat ook uitgereikt worden trouwens door Tim Beudel, de zendermanager van National Geographic. Ik wil gelijk maar even de prijzen laten zien hier. We hebben een mooie tafel met prijzen die er fantastisch uitzien. Spulletjes die meekomen en die zo snel mogelijk thuis gestuurd worden. Maar wat mij betreft is dan toch wel die hoofdprijs dat je dan in het blad kan komen te staan als fotograaf met jouw foto's in National Geographic. Hoe tof is dat? Ik heb hier een deel van de jury staan die flink bezig zijn geweest met het jureren. Ik begin even bij jou, Robert. Je bent hoofdredacteur van National Geographic. Er komen veel foto's voorbij. Je bent ook juryvoorzitter van deze verkiezing. Hoe was het om voor het eerst te jureren? Ja, het was echt heel erg leuk. Ik moet zeggen, ik hou natuurlijk van fotografie en ik houd van naar foto's kijken. En ik had het geluk dat ik werd omringd door ervaren collega's en fotografen. En dat is natuurlijk fantastisch. Er zijn geen gevechten uitgebroken in de jury. Dus dat is al mooi dat meegenomen. Dat is goed nieuws. En we waren uiteindelijk, denk ik, hebben we redelijke harmonie kunnen werken. Dus het was heel fijn. Heel leuk. Goed om te horen. Heel even, we hadden natuurlijk weer een coronajaar. Hebben jullie dat gemerkt in de foto's? Ja, nou, in alle categorieën zag je wel dat mensen wat dichter bij huis bleven. He, en vooral in Europa, IJsland, zaten nog wel redelijk wat foto's tussen. Maar minder foto's van de bekende Bromo-vulkaan op Java of zo. Of springende Maasai-krijgers heb ik ook weinig voorbij zien komen. Mensen zijn eigenlijk meer thuisgebleven. Mensen zijn meer thuisgebleven. En veel natuurfoto's wel in de eigen omgeving. En prachtige beelden bij. Dus we hebben Nederland en België echt weer ontdekt. Tof. Ja. Nou, ik kan niet wachten op de foto's, maar ook even Renske, je bent hoofdredacteur van National Geographic Junior. Deze fotowedstrijd ligt je echt na aan het hart, hè? Ja, al een aantal jaren. En normaal gesproken zijn wij natuurlijk degene die de kinderen verwonderen over de wereld. En één keer per jaar zijn die rollen omgedraaid. En dan vragen we aan de kinderen om hun blik op de wereld aan ons te tonen. Ja, en dat is gewoon een feestje. De creativiteit en de nieuwsgierigheid waarmee ze kunnen kijken, daar kunnen wij als volwassenen soms nog wat van opsteken. En dat bewijzen volgens mij de foto's ook die we straks weer gaan zien. Ja, ja, Tim staat daartussen. Overigens goed om te zeggen, we zijn allemaal getest. Hè? Dus we zijn vers getest, zoals dat dan heet, in deze omstandigheden. Je bent de baas bij National Geographic, Benelux. En het is op televisie te zien. Ja, dat klopt. Ja, we organiseren dit evenement natuurlijk al jaren voor onze fans in Nederland en Vlaanderen. En het is eigenlijk meer online. Hè? Mensen sturen online foto's in. Je kan online stemmen. En dan komen de winnaars natuurlijk uiteindelijk in die mooie reportages in het blad. Maar de fotowedstrijd is zo enorm gegroeid dat we hebben besloten, we gaan de finale dit jaar ook op tv uitzenden. Dat maakt het ook wel mooi rond.
vind ik. Ja. En het biedt natuurlijk een prachtig podium ook aan al die fotografen uit Nederland en Vlaanderen. Ja, kijk, jullie zijn allemaal voor jullie werk bezig met het magazine en met de televisiezender. Fotografen zitten ook in de jury. Ik zal even twee mensen noemen die er niet bij kunnen zijn vandaag. Lieve Blankaert en Jasper Doest. Topfotografen die wel hebben meegejureerd. En iemand anders die gelukkig wel hier kon zijn, heeft ook meegejureerd. Sascha de Boer. Ik ben op landgoed Eerde en het is hier prachtig. Het is echt geweldig mooie natuur. En ik kom hier heel graag om te wandelen of te fotograferen natuurlijk. Het leuke is dat je hoeft dus helemaal niet ver weg om mooie foto's te maken. Dat kan gewoon vlak bij jou in de buurt. Hey, fotograferen is natuurlijk niks anders dan schrijven met licht. Dat betekent natuurlijk ook fotografie. En dat licht, dat is essentieel voor fotografie. Voor elke foto die je maakt, moet je eigenlijk dus altijd kijken naar waar komt mijn licht vandaan. En je kan bijvoorbeeld aan deze boom zien hoe dat licht valt. Dat komt dus van die kant. Hier is het licht. Hier is het een soort van grijzig gebied. En hier is het donker. Maar dit maakt een beeld, zelfs een gewone doodeenvoudige boom, veel spannender dan wanneer het licht van voren komt. Of je nou een mens fotografeert, een dier of de natuur, licht van de zijkant geeft bepaalde diepte aan een foto. Als je op pad bent met je camera, is het handig om je camera meteen klaar te hebben om te gaan fotograferen. Dus lenskap eraf, goede instellingen voor het juiste moment. En wie weet kom je dan iets tegen en dan ben je klaar om te fotograferen. Kijk, een kader maken is een van de belangrijkste dingen van fotografie. Je kunt zorgen voor iets wat een beetje op de voorgrond is. Dan geef je bepaalde diepte ergens in. Maar je kan ook met een kader ietsje door je knieën bijvoorbeeld. Dat je juist een heel ander standpunt neemt. En dan zie je de wereld opeens heel anders. Is precies wat fotografie doet, hè? Je dwingen om de wereld eigenlijk op een andere manier te bekijken. Of misschien even wat intenser of zo. Sascha, jij doet dat als geen ander. Je bent ook al een aantal jaar jurylid in deze fotowedstrijd. Zeker. Jij kan ook wel een beetje het verschil aangeven. Hoe ging het dit jaar? Dit jaar was het, wat Robert al zei, het was een enorm gevecht. Vroeger ging het allemaal heel rustig en vredig, maar nu was het echt... Maar uiteindelijk waren we allemaal heel erg eensgezind, omdat er fantastische foto's bij zaten. Ja, en dat verschil komt dan eigenlijk omdat soms een foto in één keer tot je spreekt, hè? Ja, er zijn foto's bij waar je meteen van ziet van ja, maar dit is echt, dit wordt top 10. Ja. Weet je, we kijken door honderden foto's en allemaal zijn ze vaak prachtig. Maar soms zit er echt van die uitschieters bij en dan weet je van ja, dit wordt een winnaar. Ja, ik heb zin om naar foto's te kijken. Jij denk ik ook, Renske. Ja. Gaan we ook doen. We gaan naar de eerste categorie. Dit zijn de genomineerden in de categorie Landschap Junior. Niet opgeven tot je het meest boeiende beeld, het ultieme perspectief en de mooiste lichtinval hebt gevonden. In de categorie landschap wakkeren de foto's je reislust aan en doen je voor even vergeten waar je bent. Kijk mee naar de genomineerden bij Junior in de categorie landschap. Juna van den Fonteinen uit het diepst van de aarde. Wout Klaassen, sprookjespaddenstoel. Sam Schreder, heide in de mist. Sam Klaassen, Franse kust. Miel Bekkaert, Avenue des Baobabs. Lore van Laar, ochtendlijkdrama. Gilles Warnes, een eindeloos pad. Jelle Klein-Luchtenbelt, Fixed Light. Carlotta Hulpia, Under the Sea. Bram Hogenraad, Mysterie. Wat een prachtige foto's. En we zien de genomineerden hier ook onder in beeld. Zenuwachtig kan ik me zo voorstellen, want het is tijd om de eerste prijzen van de avond uit te gaan reiken. Sascha, ik wil jou vragen om de nummers 3 en 2 bekend te maken. Nummer 3, dat is geworden Sam Klaassen uit Velp met Franse kust. Ah. En dat is natuurlijk een prachtig beeld. Het is vooral die positie van waar hij uit die foto heeft genomen. Die geeft een bepaalde gelaagdheid aan het beeld. Die fotograaf heeft echt gezocht naar de perfecte positie. Ja, prachtige foto geworden. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. En de nummer 2? De nummer 2 is Carlotta Hulpia uit Ertvelde in België met Under the Sea. En dit is natuurlijk een hele droomachtige foto. Het is prachtig, alsof het een sprookje is. En zij is een zeemeermin. Schitterend gedaan, want het is natuurlijk heel erg moeilijk ook om onder water foto's te maken. Ja, de kleuren veranderen ook. Misschien is dat ook wel de reden dat het een zwart-wit foto is geworden. Maar juist door die bubbeltjes en zo krijg je dan een heel mooi effect.
Gefeliciteerd, Charlotte. Heb je goed gedaan. Die prijzen komen jullie natuurlijk toe. Ik heb dan nog 8 genomineerden over die kans maken op die felbegeerde nummer 1 prijs. En Renske, die ga jij bekendmaken. Ja, spanning stijgt. De eerste prijs is voor Jelle Klein-Luchtenbelt uit Dalfsen met zijn foto Fixed Light. Ja! Jelle, gefeliciteerd! Wat? Hey, zet je microfoon even aan. Ja, hallo. Ja, je bent verbaasd, zie ik. Je bent heel verbaasd. Ja, heel erg. Ja, je bent gewoon de eerste geworden. Ik vind het heel erg vet. Ja, nou, wij vinden je foto ook heel erg vet. En de jury die heeft daar natuurlijk wat woorden over opgeschreven. Dus luister even goed mee. Renske, wat is het juryrapport over deze foto? Ja, Jelle, kijk, bij National Geographic denk je natuurlijk een landschap vooral aan foto's van meren of bergen of groen. Maar jij bewijst gewoon dat je van een stad ook een waanzinnige stadsfoto of landschapsfoto kunt maken. Je hebt er echt over nagedacht. De compositie, de manier waarop de lijnen lopen. Prachtig gedaan. En dan natuurlijk ook die sluitertijd, die lange sluitertijd, waardoor autolampen veranderen in die prachtige streep. En wat ik er zelf ook heel tof aan vind, is gewoon het Hollandse element. Al die dingetjes, de huizen, de bordjes en zelfs volgens mij een ophaalbrugje achter die lichten. Waanzinnig gedaan. Hoe lang heb je erover gedaan om de foto te maken? 10 seconden. Ja, sluitertijd. Maar qua voorbereiding, want inderdaad, het was al lange sluitertijd, dat is helder. Ja, klopt. Niet heel erg lang. Ik ben naar de brug gefietst en toen dacht ik van, het is donker en ik heb mijn camera mee en statief mee. En dacht van, ik zal eens proberen wat ik hier allemaal van kan maken. Van harte gefeliciteerd, man. En de prijs komt zo snel mogelijk naar je toe. En dat geldt natuurlijk ook voor Charlotte en Jelle. Van harte gefeliciteerd. De eerste prijzen zijn eruit. Voelt toch lekker. En het zijn mooie foto's. Niet alleen de jury heeft de oordelen gegeven. Je kon als publiek ook je stem uitbrengen. Dat is massaal gedaan. Ook in deze categorie. Dit zijn de genomineerden. Ja, we noemen dit dan de categorie Landschap Junior, maar het zijn natuurlijk hele volwassen platen geworden. Prachtige foto's. Tim, ja, er is echt massaal gestemd, hè? Ja. Meer dan 200.000 stemmers dit jaar. Dat is echt gigantisch veel. En uiteindelijk hebben we, zeg maar, de mensen met de meeste stemmen, hebben we ook nog 1 week gehad, de 10 genomineerden daarvan, om nog meer stemmen te genereren. Dus ook hier hebben we te maken met een top 10. En ik heb hier de winnaar. Ik ben zo benieuwd. Maak maar bekend. Ja, mag het? Nou, daar gaan we. Publieksprijs Landschap Junior is gewonnen met 19% van de stemmen. Sam Schreerder uit Reden met de foto Heide in de Mist. Wat een prachtige foto. Waanzinnig, hè? Ja, Sam moet ik zeggen, is 11 jaar en heeft deze foto ergens in Nederland gemaakt. Prachtige kleuren, het is een beetje spookachtig beeld ook. Je vraagt je bijna af waar die wolf rondwaart hier op de hei. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen hier voor gestemd hebben. Prachtige foto en van harte gefeliciteerd. Ook jij krijgt een prijs thuis gestuurd, dus helemaal top. Ook de volwassenen zijn in de categorie landschap druk bezig geweest met fotograferen. Dit zijn de genomineerden. Bjorn Snelders, Kloof uit de ijstijd. Giuseppe Cipriani, De Romeinse Baden. Jonathan van der Voorde, Intercity naar nergens. Max Buiting, Abstract Algarve. Melvin Jonker, Shelf Cloud Incoming. Nicolas Weidau, Invisible Ocean. Norbert Voskens, Kerkhof Aarweiler. René Schuiten, De Stad in het Bos. Stijn Tolen, Antarctic Science Laser.
Ton van den Boogaard, Kerlingar Fjöll. Ongelooflijk mooie foto's. En dit zijn degenen die overgebleven zijn bij de jury. Robert, het lijkt mij dat het best een moeilijke beslissing is om dan die winnaars uit te kiezen. Want dit zijn allemaal zulke goede foto's. Ja, uit de categorie zijn zo'n 5000 foto's ingestuurd. Dan hou je er 10 over en dan moet je er nog een keer 3 uitkiezen. Dat is absoluut niet makkelijk. Nee. Het is wel gelukt. Het is gelukt, ja. Zeker. Sascha, ik ben wel benieuwd, want als jij nou een foto voor het eerst ziet, waar let je dan op? Ik let, denk ik als eerste op de compositie, of die mooi is, of het niet te voorspelbaar is bijvoorbeeld, maar dat er misschien net iets anders is gedaan. Misschien ook het verhaal wat een foto vertelt, dat is ook wel heel erg belangrijk. Ja, ze scant eigenlijk een beetje van, wordt hier een verhaal verteld, wat is de tweede laag in de foto? Dat is heel belangrijk. Ja. En natuurlijk moet die technisch ook perfect zijn. Ja. Nou, dat is bij deze foto sowieso gelukt. Zeker. Ik ben blij dat ik niet in de jury zat deze keer, want het lijkt me echt ingewikkeld. Wil jij de nummers 3 en 2 bekendmaken? Jazeker. Op de derde plaats is Norbert Voskens uit Nijmegen met Kerkhof Aalweiler. En dat is natuurlijk een heel erg actueel beeld. Dit was de overstroming. De overstroming die deze zomer zowel in Duitsland, België als Nederland waren. Ja. Het is ook een beetje een absurd beeld op zo'n begraafplaats. En dan is er in één keer zo'n auto neergekwakt. Dat is heel surrealistisch. Ongelooflijk mooie foto. En dat, als je het hebt over het vertelt een verhaal, dan is dat dit, hè? Dit is absoluut verhalen vertellen. Ja, ja. De nummer 2. Nummer 2 is Giuseppe Ciprani uit Amsterdam, de Romeinse baden. En het is een drone-opname en het is natuurlijk een landschap, maar het vertelt ook nog veel meer verhalen. Allemaal mini-verhalen van al die mensen die daar in de Appenijnen zitten, in Saturnia is het. En dat is toch wel prachtig om die verschillen ook te zien in mineraalgehalte, heeft hij erbij geschreven. Ik vind het een hele mooie foto. Ja, zo'n foto waarbij je de neiging hebt om een klein beetje in te zoomen, want per bad is er nog van alles te zien. Je kunt heel lang naar kijken naar deze foto. Ja, en dan komen we uit bij de nummer 1. Wie hebben jullie verkozen als allerbeste in deze categorie, Robert? Ja. De eerste plaats gaat naar Stijn Tolen uit Oosterwijk. Met zijn foto Antarctic Science Laser. Nou, kijk eens wat een prachtig beeld. Zo. Ja. We hebben geen contact met Stijn, helaas. Oh, maar Stijn, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. En ik ben wat, want het is een fantastische foto, maar het roept bij mij ook veel vragen op. Want waar vindt dit plaats en wat zie ik? Zo'n groene streep in beeld? Nou, de naam zegt het al een beetje, het is op Antarctica. Maar op een heel moeilijk bereikbare plek, ook op Antarctica, waar een wetenschappelijk station is gevestigd. Waarbij onderzoek, zoals ik het heb begrepen, wordt gedaan naar atmosferische data. En dat weer ter voorbereiding van ESA-missies naar de maan en Mars. En de fotograaf zelf is ook ESA-onderzoeker. Wauw. Dus die was nauw betrokken bij het hele project en die heeft zijn collega's goed gefotografeerd, ja. En die laser die is daarvoor nodig, zeg maar. Die laser is daarvoor nodig, ja. En hij heeft natuurlijk de fantastische sterrenhemel vastgelegd, heel gedetailleerd. Het was heel moeilijk ook, toch? Omdat het min 80 was? Het was min 80, om dan te fotograferen? Min 80 graden, ik bedoel, dat is waanzinnig temperatuur ook nog. Dus in elk opzicht een geweldige prestatie, denk ik. Een mooie foto en de eerste prijs komt je toe. Van harte gefeliciteerd. Jullie konden ook je stem uitbrengen. En dit zijn de genomineerden in de publieksprijscategorie. Nou, dat is wel grappig. We hadden het er eerder over. Je ziet inderdaad dat een meerderheid van de foto's volgens mij toch in België en Nederland zijn gemaakt. Hè? Misschien wel door corona. De publieksprijs is dus de prijs gekozen door het publiek. Nou, die zou ik wel willen winnen. En Tim, jij hebt de envelop met de winnaar daarin. Daar komt hij, de publieksprijs voor landschap volwassenen met 21% van de stemmen. Dat is geworden Lucien van den Broeke uit Isichem in België.
met zijn foto Ochtendgloren. Ook een foto genomen in België overigens. Ja. In Henegouwen. Vanuit een luchtballon. Vanuit een luchtballon? Ja, ja. Je zou misschien denken dat dit een dronefoto is, maar hij heeft zijn gewone camera gehanteerd en dit vanuit een luchtballon gefotografeerd. Ja, ja. En een prachtig spel van licht en kleur. Dus verdiende winnaar. Ja. Prachtplaat, hè? Ja, je ziet ook echt dat zeg maar, hè, het licht gaat door de bomen heen zo. Ja. Nou, Lucien, van harte gefeliciteerd. Ook jij krijgt een hele mooie prijs thuis gestuurd. Gaan wij voor zorgen. En ja, we hebben nog meer prijzen te vergeven. Dus we gaan gewoon lekker door met mooie foto's kijken en prijzen bekijken. Nu in de categorie Mens. Dit zijn de genomineerden. In de categorie Mens maken de foto's je nieuwsgierig en zetten je aan het denken. Ze geven een kijkje in de ziel, zonder daarbij de omgeving uit het oog te verliezen. De kijker bouwt haast een emotionele band op met de geportretteerde. Kijk mee naar de genomineerden in de categorie Mens. Thijs van Menen, Social Distance. Renate van Lid, Geboren in Bad. Pim Smit, Streekdracht. Nick Pontioen, Patricia. Marijn Vidder, Zahar. Ingeborg Emmerzaal, Plastic Knuffel. Huub Waaldijk, Twins. Guy Evans, Just the Two of Us. Francine Scheen, Na 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 Na. Bjorn Snelders, Wolkbreuk in Sint-Petersburg. Ja, wat zijn wij mensen toch wonderlijke wezens eigenlijk. En wat is het heerlijk om ze vast te leggen. Op allerlei manieren eigenlijk. Dat hebben we wel gezien bij de genomineerden in deze categorie. Robert, als jij een foto beoordeelt van een foto waar een mens op staat, waar let je dan op? Nou, bij portretten denk ik dat je goed moet letten of een fotograaf contact heeft met zijn onderwerp. Hè, als het haastige portretten die recht in het gezicht zijn gemaakt, dan is het vaak toch minder interessant. En als het straatbeelden zijn bijvoorbeeld, dan let je toch op de compositie of dat er focus is, een bepaalde focus is in het beeld. Dat zijn twee dingen waar ik wel op let, ja. Ja, hè? Ja, en daarmee komt het dus extra binnen. Sascha, heb jij dan zo een foto waarvan je denkt, ja, dat is me ook echt bijgebleven? Want ik weet van jou dat contact maken met die fotograaf, dat is iets wat voor jou echt belangrijk is, ook in je eigen werk. Ik vind het heel erg belangrijk dat het een samenwerking is van model en fotograaf. Dus niet de fotograaf die het alleen doet, maar dat het samenwerking is. Maar dat is de manier waarop ik portretten maak. Maar in ieder geval dat je contact legt. Dat is precies wat Robert zegt, het allerbelangrijkste. En is er zo'n foto waarvan je zegt, een gezicht of iets? Die mij bijblijft of van de wedstrijd? Ja, van de wedstrijd. Ja, van de wedstrijd natuurlijk. Ja, er zijn er wel een heleboel. Het was best wel moeilijk kiezen, omdat er waren zoveel goede inzendingen. Ja. Maar vraag en inderdaad, je hebt gelijk, zodra ga je natuurlijk weer dingen lopen verklappen. Dat mag wel, want je gaat de nummers 3 en 2 bekendmaken. Zeker. Nou, zal ik vertellen dat nummer 3 is een heel actueel beeld. En dat is namelijk de plastic knuffel van Ingeborg Emmerzaal. Ingeborg, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Fantastisch beeld. Namelijk inderdaad precies wat er in deze coronapandemie natuurlijk gebeurde. Je wil knuffelen met je oma, maar dat lukt niet, dat mag niet. Maar wel met een plastic zeil. Ja, dit gebeurde in die eerste golf, hè? Ja. Ongelooflijk. Heel erg mooi beeld. Heel mooi en liefdevol in beeld gebracht. Dankjewel voor je inzending en van harte gefeliciteerd. De nummer 2. De nummer 2 is eigenlijk een universeel beeld. En dat is Geboren in Bad van Renate van Lid uit Assendelft. En dat is een foto die van bovenaf is genomen en daardoor juist misschien nog wel universeler is. Dus eigenlijk hebben ze geen contact, heeft de fotograaf geen contact met de mensen op beeld. Maar het is wel een prachtig, mooi, bijna religieus beeld. Ja, Renate van Lid, wat een prachtige foto heb je gemaakt. Ja, schitterend. Ik vond het echt een heel bijzonder beeld. Heel sterk en heel intiem en super liefdevol. Ja, zeker. Geweldig. De nummer 2. En dan Robert, dan zijn we toe aan de nummer 1. Ja. Ik wil heel even een kleine check doen bij de genomineerden. Want we hebben natuurlijk nog 8 kanshebbers over. Hoe staat het met de spanning, jongens? Ja, duim omhoog. Bibberen. Duim omhoog, een beetje. Ja, nou, ik kan me voorstellen. Want ja, wie gaat er naar huis met de eerste prijs in deze categorie? Ja. Nou, de eerste plaats gaat naar Marijn Vidder uit Zwolle. Met haar foto Zahar. Gefeliciteerd. Hey Marijn, gefeliciteerd. Ja, zet even je microfoon aan als dat gaat. Dan kunnen we je ook horen. Hey, hallo.
Wat heb jij een bijzondere foto gemaakt? En dan kan ik wel zeggen een bijzonder intense foto. Ik wilde zo nog even iets over weten, maar nu moet je even laven eigenlijk aan wat de jury heeft opgeschreven over jouw foto. Ja. Ja. Nou, vast even zeggen dat de foto is gemaakt op Lesbos. Nadat vluchtelingenkamp Moria in de as was gelegd. Marijn trof dit meisje, vierjarig meisje, zijn haar aan op een parkeerplaats van de Lidl. Natuurlijk een vrij extreme situatie al om te beginnen. Het beeld roept absoluut heel veel emotie op, vindt de jury. En de vredige slaap waarin het kindje ligt, dat contrasteert nogal met de, nou ja, de extreme omstandigheden natuurlijk die daar plaats hebben gevonden. En het symboliseert, vindt de jury, het intieme en de onschuld. En het laat een moment van rust zien in een verwoede poging de harde realiteit te ontvluchten. Dus het beeld vertelt heel veel tegelijk eigenlijk. Fantastisch beeld. Van harte gefeliciteerd. Ja, wat ik heel graag even van jou wil horen, want ik zit er als mens naar te kijken. Ik denk, ach, zo'n kindje daar. Je maakt dan een foto. Ja, die wil je dat meenemen misschien, of niet? Meenemen. Ik vind het fijn als kinderen bij hun eigen ouders mogen blijven. Nee, uiteraard. Maar ik bedoel, je wil wat doen om het op te lossen. Je voelt je wel heel erg machteloos. Ik ben 2 keer naar Moria geweest. 1 keer in datzelfde jaar toen het kamp nog niet in as lag. En toen ontmoette ik een gezin daar. En daar heb ik altijd contact mee gehouden. En zij stuurde me op een avond dus allemaal foto's en filmpjes van de brand. En toen besloot ik te gaan. En toen trof ik dus alle gezinnen en kinderen op straat, slapend. En geen onderdak meer. Ja. Je hebt een prachtige foto gemaakt die ook hopelijk veel impact heeft. Van harte gefeliciteerd met je eerste prijs. Hartelijk bedankt. Tja, dat waren de prijzen uitgereikt door de jury. Maar jullie hebben ook stemmen uitgebracht in deze categorie. Dit zijn de genomineerden. Ja, het is maar een greep uit de prachtige foto's die zijn binnengekomen. Zoals eerder gezegd, van de bulk van foto's is het teruggebracht. En daarna is er nog een week de kans gegeven om te stemmen. En de uitslag zit in de envelop, Tim. Wie heeft deze prijs binnengehaald? Dat ga ik nu bekijken. De prijs, de publieksprijs voor de categorie mensvolwassenen met 22% van de stemmen, is gewonnen door Kitty de Bot uit Oldenzaal met haar foto Scars. Zo. Intens beeld. Ja, een heel intens beeld. Zelf schreef ze daarbij dat dit is Angela, een kankerpatiënt die ze goed kent. En deze foto vertelt heel veel over haar strijd tegen kanker. Maar ook haar doorzettingsvermogen vindt ze heel erg uitstralen. En heel intiem beeld ook weer. Nou, prachtig. Het is herkend door de kijker Kitty. Van harte gefeliciteerd met deze prijs. Wij gaan door naar een andere rubriek, de rubriek Ramawaar, de categorie Ramawaar. Alleen te vergeven onder de junioren. Het is een bijzondere categorie en ik heb geprobeerd een beetje uit te leggen wat nou Ramawaar is. Ik ben hier in een bosrijke omgeving en ik ga je eens laten zien hoe je een foto kan maken in de categorie Ramawaar. Op zoek naar iets raars. Nou, ik zit gelijk al te zoeken naar dingen die er anders uitzien dan anders. Bijvoorbeeld hier. Een veer. Het gaat eigenlijk vooral om je eigen creativiteit en inzicht. Dan ben je eigenlijk al in de buurt van wat een goede Ramawaar-foto kan zijn. In Ramawaar zijn we dol op gekke vormen. Een gek element, iets wat eruit springt, kan je gewoon pakken. Wat nou zo leuk is aan fotografie, is dat als je met die blik zeg maar gewoon naar buiten gaat, je heel anders gaat kijken. Hoi! Ja, dat is een camera.
Maar dit bijvoorbeeld is wel weer heel grappig. Wat me opviel is dat ik in het water eigenlijk een soort spiegeltje zag. Soms heb je foto's waarvan je denkt, het is het net niet. Gratis tip, draai je even helemaal om. Ga gewoon aan de andere kant staan. Kijken wat het oplevert. Ga ik nu ook doen. Dit is wel raar maar waar, hoor. Dat is wel cool. Nou, dit waren zomaar een paar tips om je op gang te helpen in de categorie raar maar waar. Laat je niet afschrikken, als je geen grote camera hebt, kan je gewoon je telefoon gebruiken. Daar kan je ook echt prachtige foto's mee maken. Het gaat erom dat je met de goede ogen kijkt. Doe mee met de National Geographic fotowedstrijd. Stuur je foto's in, ook in de categorie raar maar waar. En wie weet, zie ik jou bij de finale. Ja. En dit geldt natuurlijk ook gewoon voor volgend jaar. En inderdaad, in deze categorie zijn er best wat foto's gemaakt zonder een camera, maar gewoon met een telefoon. Dit zijn de genomineerden. Naar de foto in de categorie raar maar waar moet je vaak lang kijken. Je snapt hem nooit meteen. Wat is het? Is dit echt of gezichtsbedrog? Het draait allemaal om verrassende fotografie van iets gewoons. Net even anders en een beetje raar. Kijk mee naar de genomineerden bij Junior in de categorie raar maar waar. Samuel Florisson, de draaikolk. Savia Cabrieva, druppel. Otto Luiten, de zomer van 2021. Naomi Segers, spiraal. Marnix Don, vlammetjes in de nacht. Macy Normanton, tunnel van ontdekking. Katharina Schippers, rubberen bloem. Juliette Niest, Carwash. Julia en Misha Bouwman door de duikbril. Floortje van der Wal, Yellow Space. Ja, en als het goed is heb je als kijker een beetje het gevoel, waar zit ik nou naar te kijken? Dat is precies de bedoeling bij Raar maar waar. En Sascha, jij hebt de nummers 3 en 2 voor ons in petto. Zeker. Nummer 3 is Otto Luiten uit Herend, de zomer van 2021. En je weet niet wat je ziet. Het is namelijk de binnenkant van een laars. En het gaat over de klimaatverandering en die overstromingen die we hadden natuurlijk. Ja, Otto, van harte gefeliciteerd. De nummer 2. Nummer 2 is Floortje van der Wal uit Dordrecht met Yellow Space. Die foto die straalt een enorme rust uit, heel erg zen. En het is de massagerol van de vader van Floortje. Ik haal het er nog steeds niet uit, ook niet na 4 keer zien. Nee, maar het is wel heel mooi. Een fantastische foto. Floortje, van harte gefeliciteerd. Die prijs komt natuurlijk naar je toe. En dan de nummer 1 in de categorie raar maar waar. Wie gaat die winnen? Ja, dat is Marnix Don uit Woerden met zijn foto Vlammetjes in de nacht. Ah, wat een prachtige foto is dit, hé. Waarom hebben jullie deze gekozen? Nee. Ja, dit is precies waar raar maar waar voor staat. Een waanzinnige foto. De kleuren, de lijnen, de compositie. Geen idee waar we naar keken toen we hem zagen. We hebben de beschrijving van Marnix moeten lezen. En het is een piano met een Lego plaat en kaarsjes. En dan nog. Snap je het niet? Nee. Dus dit is gewoon zoals het moet zijn. Marnix kon er vandaag helaas niet bij zijn. Maar we hebben hem natuurlijk wel verteld dat hij gewonnen heeft. En hij heeft een klein beetje uitgelegd. Hallo, ik ben Marnix en ik ben 11 jaar. En ik vind het heel leuk om mee te doen aan de fotowedstrijd. Vorig jaar was ik net te laat om een foto in te sturen. Maar dit jaar las ik goed op tijd de National Geographic om te zien dat er weer een fotowedstrijd was. Dus ik kon nu wel weer een foto in sturen. Mijn foto heet Vlammetjes in de nacht. Dat komt omdat wij een zwarte piano hebben. En daar achter de klep van de piano heb ik kaarsjes gezet. En dat weerspiegelt heel mooi. En dat lijkt erop alsof het nacht is door de zwarte piano. En daar heb ik een blauw Lego bled achter gezet. En dat gaf een heel mooi resultaat. Dus ik hoop dat ik ook nog een prijs win met deze foto. En ik ben heel blij met het resultaat. Ja, wij zijn ook heel blij met het resultaat. Eindelijk snap ik het. Het ging dus om de pianoklep die omhoog ging. En daarachter heeft hij dus die vlammetjes gezet die je wel even in beeld zag. Van harte gefeliciteerd ook Otto en Floortje.
top gedaan en dank jullie wel voor jullie inzendingen. Het publiek hebben we natuurlijk ook laten stemmen in deze categorie. Dit zijn de genomineerden. Sommige foto's die uiteindelijk door het publiek verkozen zijn, zijn wel herkenbaar. Andere totaal niet. Maar er is natuurlijk een winnaar uitkomen rollen. En Tim, die heb jij in de envelop zitten. Ja, ik ben al bezig. Ja. Heel leuk. Van de fans voor de fans, zou je willen zeggen. De categorie Ruim maar waar junior publieksprijs is gewonnen met 20% van de stemmen. Door Fien de Lodderen uit Kruibeke met haar foto. Ja, het staat er al, hè? Dwarsfluit. Ja, ja. Als je het niet zou weten, zou je het niet weten. Nee, dan zou je het niet weten. Ze zegt zelf, ik vind dit een prachtig instrument. Zowel ik hoor het mezelf zeggen, als je het niet zou weten, zou je het niet weten. Dat is vrij logisch, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp hè? Wat je bedoelt, ja, ja, ja. Dus dit is haar favoriete instrument. En ze dacht, ik ga hem ook een keer van binnen fotograferen. Echt mooi gedaan. Fien, van harte gefeliciteerd. Ook jou komt een prijs toe. En we hebben nog meer prijzen te vergeven. Maar we gaan er heel eventjes tussenuit. En dan maken we zometeen ook bekend wie nou die overall prijswinnaar wordt van de National Geographic Fotowedstrijd 2021. En we gaan nog een mooie prijs weggeven. Een reis naar het fantastische Zwitserland. Hoe dat zit, zie je zometeen. Tot zo. Welkom terug bij de finale van de National Geographic Fotowedstrijd 2021. Vanavond reiken we prijzen uit aan de beste foto's van het afgelopen jaar. Ruim 13.000 inzendingen en meer dan 200.000 stemmen verder mag je ook wel spreken over de grootste fotowedstrijd van de Benelux. En het is heerlijk om die prijzen uit te reiken. Er is veel gestemd en dat heeft misschien wat te maken met het feit dat onder de stemmers nog een mooie prijs verloot werd. Namelijk een driedaagse reis naar Zwitserland voor twee personen. Wat dan gaat gebeuren is het volgende. Met de ICE ga je vanuit België of Nederland reizen naar Basel. Dan krijg je een Swiss Travel Pass en dan mag je een duurzame reis maken door Zwitserland. Om Zwitserland dan hopelijk ook met die fotografische ogen te bekijken. Je overnacht in hotel Matthiol in Zermatt-Wallis. En ja, je krijgt ook nog een ticket voor Gornegatbaan. Dat is de Gornegatbaan. Dat is een hele bijzondere adembenemende tocht naar boven, naar de Matterhorn toe. De hoogste tandradbaan van Europa. Prachtige uitzichten. En hopelijk wordt daar ook mooi gefotografeerd. Dat is natuurlijk de uitdaging die daar ligt, hè, voor degene die hem gewonnen heeft. En dat is geworden. Pieter-Jan Lautenbach uit het prachtige Zumarum uit Friesland. Van harte gefeliciteerd. Twee tickets komen je kant op met alles erop en eraan. In ruil daarvoor hoop ik dat ik een mooie inzending van je zie volgend jaar tijdens de finale van de National Geographic Fotowedstrijd. Laten we daarvoor gaan, hè? Goed, we gaan door met prijzen uitreiken in de volgende categorie Dier Junior. Geduld is een schone zaak. Zeker om precies op het juiste moment die ene haarscherpe foto te maken. Vertederen, laten lachen, maar bovenal het belichten van de magie van het dierenrijk staan centraal in de categorie dier. Kijk mee naar de genomineerden bij Junior in de categorie dier. Gijke de Witte, Selfie Queen. Justin van Uhm, Spreeuwenwolken. Lars Henning, Stier bij zonsopkomst. Lianne Otten, De Jacht. Reza Fousser, Hond en Naakslak. Silke Severens, Genieten. Dylan de Hoge, Springspin in Ravijn. Theo de Stappes, Big Brother is Watching You. Valerio van Laren, Mystieke Pelikaan. Wessel Adelaar, Schreeuw. Jongen, jongen, wat een platen zijn er weer gemaakt door jullie. En genomineerde zwaaien eventjes, we zien jullie allemaal. Even een dik compliment aan jullie. Hè. Jullie zitten bij de allerlaatste van die
ja, duizenden inzendingen, dus dat is echt fantastisch gedaan. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. Er kunnen er maar drie een prijs krijgen in deze categorie. En Sascha, jij gaat de nummers 3 en 2 aan ons bekendmaken. Op nummer 3 is geëindigd Lars Henning uit Eindhoven met Stier bij zonsopkomst. Het is een prachtig beeld met tegenlicht, silhouet van de stier en ja, de positie ook van waaruit de foto genomen is. Ja, normaal trouwens. Hè, normaal zou je denken, die schaduw wordt echt zwart, maar dit is echt alsof het bijna een geestverschijning van de stier is. Hè? Prachtig gedaan. Schitterend. Nummer 2, dat is Justin van Uhm met spreeuwenwolken. Ook een heel erg mooi beeld. En je ziet in die spreeuwenwolken trouwens ook misschien weer een soort walvis terug. Het is ook heel mooi positie genomen. Dat, ja, het draait natuurlijk om de lucht met die spreeuwenwolken, maar je ziet ook nog steeds de reflectie in het water. Goed gezien. Knap gedaan. Mag ik ze nog even zien? De nummers 3 en 2. Zwaai eens even. Ja, gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ja, jullie hebben al een prijs gekregen. Dan hou ik nog 8 genomineerden over hieronder. En de grote vraag is natuurlijk, wie is die nummer 1? Renske, jij weet het. Ja, spanning stijgt. En dat is geworden Lianne Otte uit Assen met De Jacht door de Natuur. Kijk nou eens. Schitterend. Gefeliciteerd. Ik denk dat het scherm van Lianne hangt. Ja. Of ze kan heel erg stil de hoofd houden. Dat is ook... Nee, die is hartstikke blij, maar ik denk dat ze freeze. Zou moeten juichen. Ja, ze is er. Nee. Oh ja, nu zien we een beetje beweging. Van harte gefeliciteerd. Ik heb geen idee of we ook geluid van je hebben. Hallo. Hi. Van harte gefeliciteerd, hé. Je hebt de eerste prijs behaald. En Renske, kan je uitleggen waarom deze? Ja, we hebben natuurlijk heel veel huisdieren gezien in deze periode. Ook wel een beetje rondom corona. Maar die van jou, die stak er echt vanaf het begin met kop en schouders bovenuit. Dat schattige katje en toch een hele spannende foto. Hoe die op je afkomt. Net een echt roofdier. En dan die grijze buis eromheen. De kleuren, de compositie. Perfect. Als je een kattenliefhebber, ik zou hem zo aan de muur hangen. Ik ook. Ja, zo is het ook. Van harte gefeliciteerd. De prijs komt zo snel mogelijk naar je toe. Die verbinding is een beetje moeilijk, dus dat laten we verder even. Maar top gedaan. Wij gaan door naar natuurlijk ook de publieksprijzen. Want ook in deze categorie is daar massaal voor gestemd. Hier prachtige foto's en zoals eerder gezegd, door corona zie je ook dat veel van de foto's wat dichter bij huis, soms in de tuin, zijn gemaakt, Tim. Het publiek heeft gesproken en in de envelop zit de uitslag. Daar komt hij dan. Publieksprijs Dier Junior, 17% van de stemmen. Dat is geworden Camille van Schoors uit Brecht, België, met zijn foto De Harde Werker. Ja, we zien een bij en de bijen hebben het natuurlijk zwaar, dus die zijn letterlijk denk ik door Camille hier in het zonnetje gezet. Prachtige foto, mooie kleuren. Ja. Camille is 12 jaar, dus applaus. Ongelooflijk. Fantastisch gedaan, Camille. En de prijs komt natuurlijk zo snel mogelijk naar je toe. Ook de volwassenen zijn aan de slag gegaan met hun camera in de categorie dier. Dit zijn de genomineerden. Marij Wagenaars. Buiten kijken, het regent weer. Esther van der Zouw. Moederliefde. Veron Panjer, op de uitkijk. Joris Vechter, bij een slaapfeestje. Bram Martens, het zijn net mensen. Conny van den Heuvel, even uitbuiken. Carla Hartman, this clownfish makes everyone smile. Lynn Smeets, voorjaar in Wassenaar. Helma van Doorn, zenfish. Mark-Paul Wijnhof, Temptation can be dangerous. Zo, echt ongelooflijk mooie foto's in deze categorie. Dat ik echt denk van nou, misschien zou je ze allemaal wel in het blad willen afdrukken. Dat gaan we niet doen, dat doen we alleen met de overall winnaar. Maar wat maakt een goede dierenfoto nou uitzonderlijk? Ik denk dat je wat context geeft. En dat, dat je als kijker kunt vereenzelvigen met het dier. Zonder dat het...
dat het dier zo menselijk lijkt eigenlijk. Dus dat is een dunne scheidslijn. Maar, ja. Dus je zegt eigenlijk van het dier moet een dier blijven, maar het moet eigenlijk ook wel een verhaal vertellen. Ja, precies. Ja. Voor jou, Sascha? Ja, precies hetzelfde. Ja. Je moet je toch een beetje in dat dier kunnen verplaatsen en denken van, oh ja, die denkt nu zus of zo. Terwijl echt een dier blijft dan, ik hè? Ik denk helemaal niet, nee. Anders. Weet je niet, anders. Ja. Precies, ja, dat is altijd de grote vraag. Jij gaat de nummers 2 en 3 bekendmaken. Zeker. Ik zou zeggen, begin met nummer 3. Nummer 3 is Marij Wagenaars. En dat is deze prachtige macro-opname van een meikever. Oh. Ja, toch alsof hij naar buiten wil, hè? Zoals hij door dat raam kijkt. Gaan we toch in dat hoofd van die meikever zitten. Prachtige foto. Gefeliciteerd, Marij. En we gaan naar de nummer 2. De nummer 2 is Quiron Panjer met Op de Uitkijk. En hij heeft deze foto gemaakt in een bloemenveld in Noord-Holland. Hij wilde eigenlijk een landschapsfoto maken, maar in één keer zag hij daar een haas en drukte af. En perfect scherpe foto, heel erg mooi. Gefeliciteerd Quiron en ook Marij. Ik wil toch even kijken, zijn ze er? En zwaai eens eventjes. Even jullie, ja hoor, kijk, ik zie daar al handjes in de lucht gaan, van harte gefeliciteerd. Ja, dan houden we nog een aantal genomineerden over. En één van die 8 is dan de winnaar van de jury in deze categorie. Ja. En dat is geworden, Robert. Dat is geworden, Klaas. Dat is Joris Vechter uit Groningen met zijn foto bij een slaapfeestje. Mind is blown, hè, bij Joris. Goedenavond, hallo, vanuit gefeliciteerd. Dankjewel. Wauw, ik ben er even bij komen. Ja, echt een verrassing, hè? Ja, zeker weten. Van harte. Ja. Laten we even luisteren naar wat de jury had te vertellen over je foto. Ja, nou Joris, het is een technisch zeer geslaagde foto. Het is een gestekte foto van 10 opnamen om de scherpte diepte wat te vergroten. Ik begreep, Joris, dat je had 400 bloemen ongeveer langsgelopen totdat je het eindelijk zeker zover was. Wel, ja. Precies. Dus de jury vindt dat het door de grote schaarste aan bloemen moeten bijen vechten om nectar. Want de bijen, wat bijen als soort natuurlijk bedreigt. En daarmee uiteindelijk ook de mens. Dus het is een heel gelaagd, het vertelt eigenlijk meer verhalen in één. De foto laat zien dat je ook in coronatijd dicht bij huis mooie beelden kunt maken. Dus van harte gefeliciteerd, Joris. Gefeliciteerd. En Joris, ik hoor net Robert zeggen, een gestekte foto, wat is dat? Ja, als je macrofoto's maakt, dan heb je maar heel, heel weinig scherp in de foto. Want hoe dichterbij je komt, hoe dunner de scherpte diepte wordt. En als je toch alles in focus wil hebben, dan moet je meer foto's maken. En dan schrijf je hem steeds wat op en dat plak je later in de software weer aan elkaar. En dan hoop je maar dat die beestjes op dezelfde plek blijven zitten. Ja, deze wel, want die sliepen gelukkig. Vandaar. Ja, maar anders is dat heel lastig, ja. Hey, ik vind hem echt heel erg gaaf gedaan. En van harte gefeliciteerd met je prijs. Hij komt zo snel mogelijk naar je toe. Dankjewel. Ja, heerlijk, die verbazing. En zo hoort het ook als je prijzen uitreikt. Maar dit is een prachtige foto. Jullie hebben ook nog goed gekeken naar alle foto's. En dit zijn de genomineerden die het publiek heeft gekozen. Als het gaat om verhalen vertellen met foto's, dan weten jullie dat als geen ander vast te leggen. Dit waren de favorieten van het publiek, maar daar zit natuurlijk ook een winnaar tussen. En Tim weet wie die winnaar is. Daar komt hij. De laatste publieksprijs voor de categorie dier volwassenen is geworden met 19% van de stemmen. Cora Deutekom uit Schagen met de foto. Nou, koolmeesje neemt een bad. Ja. De titel zegt precies wat er aan de hand is. Het is een mooi verstild beeld. Hè? Het is echt zo van in een moment. Ja, ze schrijft zelf ook. Ik heb hier heel lang op zitten wachten in de tuin van een vriendin. Waar veel koolmeesjes komen. Maar dit moment uiteindelijk vast kunnen leggen. Prachtig. Ja, geweldig. Nou, van harte gefeliciteerd, Cora. De prijs komt ook naar jou toe. Zo snel mogelijk natuurlijk.
Het is tijd voor de allerlaatste prijs van de avond. De overall jurywinnaar van de National Geographic fotowedstrijd 2021. Die is dus gekozen uit alle winnaars van vanavond, de nummer 1. Ja. En daar zit dan één foto tussen waarvan de jury zegt, ja, deze pikken we gewoon uit. Dit is gewoon de foto van het afgelopen jaar wat ons betreft. Dit zijn de genomineerden. Ja, je dacht dat het moeilijk was om foto's te jureren. En als je deze winnaar ziet, dan denk je helemaal van, hoe moet je daar nou uit kiezen? En misschien heb je thuis wel gedacht van, nou, ik zou die nemen of ik zou die nemen. De jury heeft er uitgebreid over beraadslaagd. Ja. En uiteindelijk een keus gemaakt. En dit is het moment. Wat is voor jullie de beste foto van het afgelopen jaar geworden? Ja, dat is moeilijk, Klaas. Maar op de eerste plaats is geëindigd Stijn Tolen uit Oostenrijk met zijn foto Antarctic Science Laser. Stijn Tolen, van harte gefeliciteerd! Van harte. Even in je geluid te zetten. Dankjewel. Ik zie hier grote glimmende ogen. En je had natuurlijk al eerder een prijs gewonnen. Toen hadden we even geen contact met je. Je hebt gewoon de mooiste foto van het afgelopen jaar gemaakt, wat National Geographic betreft. Geweldig nieuws. Dankjewel. Super. Ja. En excuus voor de eerste keer dat ik niet aanwezig was. Ach, helemaal geen probleem. Helemaal geen probleem. Heel blij dat je er nu bent. Ja. Ja. Jullie hebben al wat verteld, Robert, over deze foto. Wij hebben daar nog wel wat vragen over, want het is ontzettend koud op de plek waar jij toen was. Hoe koud was het daar? Ja, in de wintermaanden kan het zo rond de min 80 graden Celsius worden. Maar hoe kan je dan nog werkende apparatuur hebben? Hoe doe je dat? Ja, dat is lastig. Dus wat je ziet is een container. Nou, was het warm binnen. Dus dan had ik daar alles klaarstaan. Mijn tripod had ik al opgeschroefd. Mijn camera stond al aan. En dan moest ik timen wanneer die laser ongeveer ging schieten. En dan moest ik naar buiten rennen. En dan hopen dat er niet te veel wind was. Ik ging ook met mijn lichaam eigenlijk in de wind zitten. En dan had ik het geluk dat hij van de goede kant kwam. Om die camera te beschermen. Ja, en dan had ik misschien twee mogelijkheden om een shot te maken en dan moest ik naar binnen. Dan stopte de camera met werken. Ja, dit was niet uitgebreid wachten tot het goede moment en alle instellingen. Het was gewoon erin en eruit. Ja, nou, ik heb wel meerdere pogingen gedaan en dan een paar keer weer terug naar binnen. En dan moet je heel lang wachten voordat die camera is opgewarmd. Ik heb ook leuke foto's van de camera zelf trouwens, maar die kan ik nu niet delen. Nee, ik wil je van harte feliciteren. Ik zie hier een jury die ook ontzettend trots is. Ze hebben echt al die foto's bekeken en jou verkozen tot allerbeste. Dus de eer komt je toe. En je staat in het blad, hè, in de decembereditie van National Geographic, komt je foto te staan. Zeker, ja. Alles erop en eraan. En dat geldt ook voor de National Geographic Junior. Hè, in de decembereditie komen de foto's te staan. Dus van harte gefeliciteerd. Dat geldt natuurlijk voor alle prijswinnaars van vanavond. En misschien mogen we onszelf ook wel een klein beetje feliciteren. Want we hebben zo'n heerlijke avond gehad met mooie foto's. Heerlijk. Jury, dank jullie wel voor het jureren. Daar hebben jullie weer hard aan gewerkt en met succes, want het zijn hele mooie foto's geworden. En zoals gezegd, de foto's zijn dus te zien in de decembernummers van National Geographic en National Geographic Junior. En dat niet alleen, er is ook een speciale expositie in Den Haag in het museum. Daar kan je de foto's in het groot bekijken, kan ik je echt aanraden. Bedankt, pak die fotocamera, pak die telefoon, blijf foto's maken en wie weet zien we je plaat volgend jaar. Dit was hem, de National Geographic Fotowedstrijd 2021.